Zo, weer een nieuwe knoop. Er zijn er 177.000 mogelijk, hoewel sommige waarschijnlijk niet te dragen zijn, maar we doen nog een poging. Vandaag ga ik voor de diagonale knoop, zoals dat je hier ziet. Op zich is hij heel eenvoudig, even wennen om hem te maken. Hij wordt ook wel eens de reversed Kelvin genoemd. We gaan eens even in de slag. Graag omhoog, trekken we tussenuit. Volgens maak je hem los. Je gebruikt best weinig stof in deze knoop, dus op zich mag het dunne gedeelte best lang zijn. Ik heb weer rechts het dikke gedeelte, links het dunne gedeelte. Dus afmeten met de naad, ja, werkt niet helemaal. Ik heb de naad ongeveer hier zitten, dus ik ga wat verder. Het is een vrij lange das, dan moet je een beetje oefenen. Ik ga het met het brede gedeelte over het dunne gedeelte, draait hem een keer langs, vervolgens draai je er voorlangs. Hier moet je de lus heel eventjes, niet te breed, maar wel rekening mee houden dat je hem zo dadelijk nodig hebt. Kom aan de achterzijde, steek je hem door je das heen, waarbij je dus net dat diagonale al krijgt. Nou komt het, nu moet je wat ruimte maken, vervolgens deze brede kant door deze lus heen te steken. Zo. Waarmee je daarmee de knoop voor elkaar krijgt. Een beetje corrigeren. Ik hou wel van als hij wat breder is dan normaal. Ja. Aantrekken. Dat is de knoop. Ik heb nu de afmeting verkeerd gekozen, blijkt wel. Want hij hangt nu echt ver boven mijn navel. Met het brede gedeelte. Het dunne gedeelte steekt er allemaal uit. Dus dat ga ik nog een keer proberen. Zo. Weer. Hier de naad zitten. Ik ga nou een beetje voor deze afstand. Rechts over links, brede kant over dunne kant. Een keer erachter langs. Vervolgens draai je hem nog een keer rond. Even een lus aanhouden en je vinger er doorheen steken. Hier achterlangs. Steek je hem over de das heen, over die daslus heen. Voor de diagonaal. En vervolgens gaat hij. Door de lus heen die je net hebt gemaakt. Zo. Corrigeren, aansluiten, aantrekken. Netjes maken. Mooie dasknoop, een beetje, formeel, niet formeel, formeel, niet formeel. Zeg het maar, is het formeel, is het niet formeel? Laat het me weten, ik hoop dat het bevallen is en succes met knopen.